jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik hobbyhorsen. En deze keer niet op het strand, zoals ik de vorige video deed. Deze keer gaan we het bij de paarden doen. Dus, want hier hebben we heel veel ruimte. Dus we kunnen hier heel goed lekker hobbyhorsen. Dus. En dan ga ik een leuk parcours opzetten. Ik heb ook een meetlint bij me. En dat ik kan kijken hoe hoog ik al spring. Dus, toppie! Ik zal het eerst even zien wat ik allemaal mee heb genomen. Hier is mijn tasje van Horka. Die heb ik ooit een keer gewonnen. Als ze een goodie bag of hoe je dat ook noemt. Nou, hier gaan we zo mee filmen. Dus die leg ik even hier neer. Zo. Hier heb ik dan mijn halstertouwtje. Als ik een parcours wil verkennen, dat hij even lekker met halstertouwtje kan lopen. En halstertouw. En die zit in deze. Maar die had ik even heel snel zelf gemaakt. Ja, ik film nu met het telefoon van mijn moeder. Dus ja. Hier is het. Heb ik spulletjes. Van hele leuke rosetjes. Ik dacht dat is ook wel leuk. Om mee te nemen. Een keer. Glitterdingetjes en zo. Borstel. Ik heb alles wel een beetje zelf gemaakt. En dan hier. Een halstertouwtje. Pak ik er alvast uit. Een halster bedoel ik. Dus lekker in het roze. Want ik heb hem met volgende. Dus dat is super top. Dus we gaan even wandelen met de hobbyhorse eerst. En daarna ga ik zo meteen rijden. En dan ga ik lekker GoPro filmen. Dus we gaan eerst even verkennen. Dus hij loopt nu even naast me. Wat vinden jullie? Wat denken jullie wat beter staat bij mijn hobbyhorse? Los of met vlechtjes? Ik ben vlechtjes. Wacht even hoor. Zo, daar ga ik nog even verder wandelen. En dan zie ik je zo meteen. Als ik ga rijden met hem. Dus dan zie ik je zo. Oké, dat was vermoeiend. Wow. Ik heb nog niet zo'n goede conditie, maar oké. Goed gedaan. Ja. Oké.
Ach, Pietje. Draf. Goed zo. Wow. Rustig maar. Zo te zien vindt hij het nog wel spannend. Want hij schrikt af en toe nog. Dus ja. Goed zo, braaf. Ik vind dat hij het al super goed doet. Dus ja. Ik had niet verwacht dat hij zo goed over de hindernissen zou gaan. Ze zitten wel dicht achter elkaar, namelijk. Dus ja. Goed zo. Zo, ik denk dat we genoeg hebben gestapt. Dat we zo meteen nog een keer doen. Maar ik denk dat we eerst even die hindernissen die je nog eng vond. Dat zijn namelijk deze hindernissen. En die vindt ze... Hij nog eng. Ja, zo te zien vindt hij nog eng. Maar we gaan hem proberen. Even kijken. Goed zo. Ja.